Nou, kijk eens. Ja, hij klinkt perfect. Lekker. Dit is heerlijk. Oh, het is 7 uur in de ochtend, maar dat maakt hier allemaal niks uit. Proost op jullie nominatie. Waarom denken jullie dat jullie genomineerd zijn? Ja. Nou, ik denk dat wij genomineerd zijn omdat wij vooral heel veel aandacht besteden aan onze mensen. En dat in samenwerking doen met de verschillende instanties hier. WSD, Payet. En ja, ik denk dat we daarom genomineerd zijn. Ja, en dat jullie dat doen, is dat een bewuste keuze geweest, Suzanne? Of, Nee, wij hebben daar eigenlijk nooit een keuze in gemaakt. Het is er zo ingegroeid en het loopt hartstikke leuk. Ik denk dat wij vanuit huis uit dat hebben meegekregen. Dat je respect en goed moet zijn voor iedereen. En mensen die wat meer hulp nodig hebben, die moet je helpen en kijken om ze wel een toekomst te geven. Je moet wel wat extra aandacht aan de mensen besteden. Wij helpen ze ook met privézaken, met andere zaken. We zeggen ook altijd, krijg je een blauwe envelop thuis. Kom even langs, kijken we samen naar. Net iets verder meedenken met hun. Ja, en dat maakt natuurlijk ook dat de mensen extra been voorzetten voor jullie. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat ze het zo ervaren, ja. Het bedrijf is heel goed. De baas. Ja? Baas is een goede baas? Ja. Ja, de baas staat achter de camera, dus vandaar dat hij dat moet zeggen natuurlijk. Maar je hebt het gevoel dat je hier eigenlijk een beetje in een warme familie terecht bent gekomen. Dus een gezellig, fijn bedrijf. Ja, fijn bedrijf. De familiebedrijf, yep. Ja. En de mensen, de collega's, ja, heel goed. Ja. Alles. Kun je nog heel even in het kort vertellen wat jullie nou eigenlijk precies hier allemaal doen? Wij zijn een kunststofverwerkend bedrijf. Wij recyclen oude kunststoffen. Dat doen wij in verschillende stappen. Wij hebben hier een sorteerlijn staan. Hier verdwijnen in de grote bunker de vervuilde kunststoffen in. Boven hebben we dan een aantal mensen staan die de vervuiling eruit sorteren. Vervolgens komt de schone tuinmeubelen komen hier in het vak te liggen en dan gaan door onze recyclingslijn heen. Wij schredderen, ontijzeren, demetalliseren en vervolgens maken we er een maalgoed van waar we ons stoffen. En ons maalgoed is ons eindproduct. Nou, mooi. En dat is weer de grondstof voor een nieuw product te maken. Ja, dus recycling. Cirkel rond.